Hey, leuk dat je weer kijkt. Nou, ik heb vakantie en het is tijd om lekker veel leuke dingen te doen. En ik begin met het beeld en geluid in Den Haag. Ik ben eerder in het beeld en geluid geweest in Hilversum. En toen ik heel klein was, ben ik hier een keer eerder geweest. En toen heet het volgens mij PTT Postmuseum. En ik ga er nu heen, omdat ik zag dat daar nu de World Press Photo Expositie was. En ik heb een combi-ticket gehaald. Met een bezoekje aan het Media Museum hier. Dus ik ben benieuwd. Ik ga naar binnen. Het is de ingang. Even uitkijken met oversteken. Het is één richting, is weer gelukkig. Het is een beetje een interactief museum. Met doelen en dingetjes. Over journalistiek natuurlijk. Je kan allerlei dingen doen en luisteren en zien. Dit is wel interessant, reclame trucjes. En welke verleidingstechnieken gebruikt een influencer? Dat is natuurlijk ook wel belangrijk, de plichten van een journalist. Hier begint de World Press Photo Expositie. Snelle impressie van hoe het eruit ziet. Deze foto die hing ook binnen. Ik vond het een van de mooiste foto's. En het zegt al, of dat vertelt heel veel over de laatste periode met de mondkapjes en dat die ook best wel veel schade aanricht aan de natuur. Wij zijn vandaag bij Fran Blij en daar kan je groente en fruit plukken. Het is best wel groot, ik had het iets kleiner verwacht, maar het is echt super leuk. En ze hebben binnen en buiten heel veel speelgoed en speelgelegenheden voor de kinderen. Dus na het plukken kunnen we gezellig gaan spelen. En nu maar eerst even op zoek naar wat fruit. We beginnen bij de aardbeien. Hier. Het is wel druk geweest van de zomer, dus er hangt niet zo heel veel meer, zeiden ze. En we kregen ook de vraag om niet al te veel te plukken, zodat er nog iets overblijft voor andere mensen. We zijn nu in kast 2. Daar heb je aan de linkerkant de Japanse wijnbes. En blauwe bessen. En hier hangen ook druiven. Bij elk soort fruit hebben ze ook een plukbeschrijving staan. En wat waar het goed voor is. Vandaag ben ik bij Vlinders aan de Vliet. Dat zit aan de rand van Leidschendam. En dat is een vlindertuin met allemaal tropische vlinders en andere dieren. En ik ben hier met die kleine natuurlijk. We zitten eventjes fruit te eten. En dan gaan ze naar binnen. En de vorige keer, ik ben hier 3 jaar geleden geweest, vond ik het echt super cool. Omdat het echt een jungle omgeving is. En daar kom ik natuurlijk vandaan. Dus het is een soort van back to basics voor mij. En toevallig is het vandaag weer wat mooier weer. Komende week is het weer wat warmer. Dus dit stukje fietsen vond ik ook wel even lekker. En hij heeft het nu al helemaal naar zijn zin. Want we hebben hier ook loslopende kippen. Op het parkeerplekje. Dus we gaan nu even op ontdekkingstocht. Nou, hier begint het. This is heaven. Broeierig warm. En mijn lens reageert daarop. Mooi, liefje. De bladeren zijn ook helemaal nat. Oh, en de zon door de kassen. Het is ook heel warm hier.
En dat kan je wel zien aan mijn hoofd. De lens gaat weer. De lens verkeert weer. Oh, vorige keer was ik niet, volgens mij. Deze kant. Gaan we alleen hier. En hier ook lopen toe. Oh. Nieuw. Oh, mooi hè, Lizzie. Het is een nieuw gedeelte, denk ik. Het is mooi, hè? Oh, kijk hier. Eentjes, hè? Gaan we er langs lopen? Kom. En er ligt wel poep. Poep, 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 poep. Ja, goed zo. Laat ze maar zitten. We zitten allemaal met z'n allen op een rijtje hier. Hele mooie waterval. Gemaakt. Hier, kijk, vlinder.